De Efteling heeft natuurlijk heel veel attracties, maar hoe lang doe je erover om echt alles te doen? Het antwoord erop krijg je vandaag bij Team Park Viking. Ik ben de Mollo, de Team Park Viking. En ja, als ik dit opneem, is het 1 januari 2024. Het nieuwe jaar is begonnen. Dus ja, hoog tijd voor het eerste pretparkbezoekje van het jaar. En ja, waar kan het jaar nou beter beginnen dan hier in de Efteling? Het wordt wel een beetje een speciale video vandaag. We gaan het eventjes net wat anders doen. We gaan namelijk proberen om heel de Efteling te doen. We doen alle attracties, alle speeltuinen. Dat is natuurlijk op zich niet heel erg speciaal. Dat hebben meerdere mensen wel eens gedaan. Maar ik ben vooral benieuwd hoe snel kunnen heel de Efteling doen. Dit wordt dus eigenlijk de allereerste Efteling speedrun. We gaan gewoon proberen zo snel mogelijk heel de Efteling te doen. Er zitten wel een paar regeltjes af als natuurlijk. We moeten het onszelf niet al te makkelijk maken. Je moet natuurlijk zowel bij dubbele banen zoals Max en Moritz. En bij Joris en de Draak moet je allebei de banen doen, want ja, het telt gewoon als twee achtbanen. Het Sprookjesbos, heb ik de regel maar gesteld dat je minstens 3 sprookjes moet afluisteren. Het moeten wel sprookjes zijn waar ook echt iets wordt verteld. Dus dat wordt een beetje een challenge om te kijken hoe we daar het snelst mee om kunnen gaan. En verder is het gewoon proberen om de snelst mogelijke route door het park heen te vinden. Er komen waarschijnlijk dus niet heel erg veel updates. Misschien wel wat uit attracties, want we gaan natuurlijk alle attracties doen. Maar buiten attracties denk ik niet heel erg veel. Ik had hier wel een klein updateje hier bij de Aquanura vijver. Want het ziet eruit dat het grondzeil op een paar stukken een beetje omhoog is komen zetten. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Dus dat moet waarschijnlijk nog eventjes eraan gedaan worden. En ik ben natuurlijk ook nog eventjes bij de Efteldingen geweest. Dat was niet heel erg veel nieuw, maar ze hebben wel al de nieuwe jaarpin. Die is al te krijgen met de vaakje erop. Deze kost 7,50, dus die meteen even toegevoegd aan de collectie. En ik hoorde trouwens dat de paraplu's, die zijn de komende tijd uitverkocht bij de Eftelingen. Dus het is te hopen dat het niet gaat regenen vandaag. Maar dat was denk ik alles wat we hier wel te vertellen hebben. Ik denk dat we gewoon snel gaan beginnen met de challenge. Ja, en dan beginnen we maar bij de Fata Morgana, want daar staan we het dichtst bij. En het begint ook al een beetje te regenen, dus we gaan echt heel erg opschieten. Dus ik zou zeggen, start de tijd. Ja, en natuurlijk ga ik wel het meeste filmen vandaag met de GoPro. Dus verwacht niet al te veel sfeerbeelden. We moeten gewoon heel erg opschieten natuurlijk voor de speedrun. En dan heb ik gewoon geen tijd om overal sfeerbeelden te maken. Sorry, ik ben nu al een beetje bij het adem, maar we zijn in ieder geval bij de Fata Morgana aangekomen. Er staat nu volgens mij een wachttijd van 10 minuten. Dus dat is best redelijk lang voor de Fata Morgana. Maar het is natuurlijk ook begin van de dag. Iedereen gaat hier op het begin al naartoe. Dus dat is wel lastig. Maar we gaan er maar het beste van maken. Zo, we zijn de Fata Morgana uit en we zijn nu 17 minuten bezig. Attractie stond er verder wel op zich prima bij. Zelfs de vrouw met de kruik, die werkte nu gewoon helemaal. Al een tijdje geleden dat ik die helemaal werkend heb gezien. Ik ben ook al een tijdje niet meer in de attractie geweest eigenlijk. Heel slecht van me. Maar het was een prima ritje. En we gaan nu snel door naar de volgende attractie hier in Anderrijk. We gaan naar Max en Moritz. Ik hoop dat de single rijderij open is, want dan kunnen we daar gebruik van maken. Dat zou wel tijd schelen, want er stond volgens mij nu ook 10 minuten wachttijd. Dus ik hoop dat die open is. En zo niet, dan hebben we toch echt wel een beetje pech. En dan gaat dit allemaal wel langer duren. Maar we gaan het zien, we zijn er nu al bijna. Dus
We gaan instappen. Nou, we zijn nu dus 31 minuten bezig. We hebben 3 attracties gedaan, dus ja, dat vind ik op zich niet heel erg slecht. Het scheelde ook wel dat we bij Max en Moritz gelijk vanaf de Maxbaan meteen bij Moritz in konden stappen. Hoefde niet helemaal om te lopen. Was nog een karretje vrij. Dat scheelde toch al iets van tijd. En ja, voor de rest. Prima ritje zo weer, maar ja. Er is een reden waarom ik er niet heel erg vaak in ga. Ik vind het... niet echt een hele interessante attractie. Maar goed, dat maakt niet uit. We hebben hem gedaan. Ja. Piranha hier, die kunnen het natuurlijk niet doen. Die is nog in onderhoud. Dus ja, die moeten we wel overslaan. Dat kunnen we helaas niet mee rekenen. Maar ja, daar kan je gewoon echt helemaal niks aan doen. We gaan nu in ieder geval door naar de perron. Die is echt net open gegaan. Volgens mij het eerste... Dus toen ik hier net aankwam, toen was hij nog dicht. En vlak voordat ik in Max en Moritz ging, was hij ook nog dicht. Dus hij moet echt, echt net open zijn gegaan. Single-rijderij zou waarschijnlijk ook niet heel erg lang zijn. Hoop ik tenminste. Dus ja, we gaan gewoon instappen. Het is ook al een beetje een traditie voor mij om de bron te doen op 1 januari. Het is toch een soort van nieuwjaarsduik. Dus ja, ik heb hier weer zin in. Zo, dat heeft ongeveer een half uur geduurd. Echt wel een stukje langer dan gedacht. Maar ja, ik denk dat het nog steeds wel de goede keuze was geweest om de single rijderij te pakken. Waarschijnlijk was het toch net echt wel een stukje sneller. En ja, we zaten tenminste wel op de eerste rij. Dat is toch weer een voordeel. Maar ja, toch wel jammer dat het zo lang duurde. En ja, ik was eigenlijk van plan om de rest van Ruigrijk nog gelijk mee te pakken. Maar ja, de helft is daar nog dicht. Althans, Joris en de Draak staat nog op tijdelijk gesloten. En de oude Tuffer, want ja, het heeft geregend. Dan doet de oude Tuffer het niet. Dus ik denk dat we later dan nog verder gaan naar Ruigrijk. En dan gaan we eerst maar eventjes richting Rijzenrijk. Ja, ik denk dat de volgende attractie dan maar de Golden Letter wordt. Wel een hele lange attractie natuurlijk. Gaan we ook weer heel veel tijd aan kwijt zijn. Maar we moeten hem wel even gedaan hebben. En ja, we moeten hem natuurlijk sowieso doen voordat het donker wordt. Want ja, als het donker wordt, dan zetten ze die attractie stil. En ja, dan kunnen we hem helemaal niet meer doen. Dus ja, die pakken we eerst. En dan is het denk ik Pagode en dan de rest van de Rijzenrijk. En ja, vanaf dan moeten we even kijken wat de snelste manier wordt om attracties te pakken. Maar ja, eerst maar eventjes... de Golden Letter. Ja, normaal gesproken ga ik hier niet zo snel in. Want ja, ik vind het meestal toch wel echt een hele saaie attractie. Zeker als je hier in je eentje zit. Dat is er vrij weinig aan. Het is natuurlijk allemaal wel mooi, al die natuur. Maar ja, dat zien we eigenlijk elke week wel. Maar ja, ik vind het nu eigenlijk op zich wel een redelijk interessant ritje. Sowieso natuurlijk omdat we nu eindelijk eventjes kunnen zitten, want we zijn nu al meer dan een uur het hele park aan het doorrennen. Tenminste, we hebben
bijna het halve park al doorgerend. Maar ja, we zien nu ook echt gewoon overal nog de, ja, de installatie staan van de oud- en nieuwviering. Ja, toch best allemaal leuk dat, dat je dat nu nog allemaal kan zien. Moeten ze natuurlijk vandaag nog eventjes allemaal gaan opruimen. Tenminste, ik neem aan dat ze dat vandaag nog gaan doen. Maar ja, toch een keer wat anders om te zien hier tijdens een ritje in de Gondoletta. Oké, okay, ja, eigenlijk toch wel iets minder interessant dan ik van tevoren had verwacht. Dit duurt eigenlijk best wel heel erg lang. Oh ja, en natuurlijk de traptreintjes. Ja, die kunnen we vandaag ook niet doen. Ja, dan mag je gewoon niet meer in boven de 12, tenzij je een kind bij je hebt. En ja, dat heb ik niet. Dus ja, die gaat ook niet lukken vandaag. Wel goed om te zien trouwens dat de molen weer helemaal uit de stijgers is en de wieken zijn weer terug. Dus ja, dat is in ieder geval wel goed nieuws. Maar ja, toch weer een attractie die we vandaag moeten gaan skippen. Nou, en de pagode is toevallig ook net aan de grond als we uit de Gondoletta komen. Dus hopelijk kunnen we hier ook nog meteen instappen, dat we niet een rondje hoeven te wachten. Nou, en we hebben het gehaald. We zitten in de pagode. We konden nog meteen instappen. Ook weer een attractie waar ik eigenlijk nooit in ga, want ik heb een beetje last van de hoogtevrees. In achtbanen en zo heb ik er helemaal geen last van, want ja, dan zit je gewoon hartstikke goed vast. Maar, ja, dit vind ik toch altijd best wel een beetje spannend. Maar ja, we doen het maar weer voor de video. En ja, het uitzicht is wel echt heel erg mooi hoor. Nou, pagode ook weer gehad. Dus we gaan snel door met de rest van Marenrijk. Er zijn natuurlijk een paar dingetjes die we hier wel moeten doen. Een paar attracties en twee speeltuinen. Ja, hoe pakken we speeltuinen aan? We gaan gewoon op één speeltoestel, want ja, het is natuurlijk ook niet echt heel erg netjes wasvolwassenen op al die speeltoestellen te gaan zitten. Dus ja, het is gewoon eventjes snel één dingetje doen in de speeltuin en dan kunnen we die ook weer afkruisen. En we zijn nu trouwens een uur en drie kwartier bezig, dus ja, ik denk dat we wel een redelijk snelle tijd neer kunnen zetten vandaag. Maar we gaan nu dus eerst over eventjes naar ja, het lelijkste stukje van de Efteling, namelijk het Kleuterhof. Ja, ik had eigenlijk gehoopt om eventjes snel op de piano wat te doen, maar ja, dat wordt hem dus niet. Dus nou, we doen eventjes de beer wat bewegen. Nou, ik vind dat we het Kleuterhof hebben gedaan. Nou, en dan hebben we natuurlijk ook nog Archipel. Ja, hier is echt helemaal niemand. Dus, even heel snel één dingetje doen. Er zit natuurlijk ook geen water in Archipel. Heel erg logisch tijdens de Winter Efteling. Maar nou, we gaan gewoon eventjes hier over de balk heen lopen. Zo, nou, ik vind dat we Archipel ook al hebben gehad. Ja, dan gaan we dan maar denk ik meteen naar Sirocco, want ja, die zit hier gewoon meteen naast. Dus, dat is denk ik wel de snelste attractie om nu naartoe te gaan. En hij staat nu stil. Dus als we opschieten, kunnen we misschien het rondje nog pakken. Nou, je moet bij Sirocco natuurlijk altijd wel een rondje pakken die op de draaischijf staat. Dus niet zo eentje die daar buiten staat. Je ziet dus echt die rand. Pakken zo eentje. Want ja, deze bootjes die draaien natuurlijk nog wat extra rond. Dus dat maakt de attractie alleen maar leuker. Ja, wel een tijdje geleden dat ik in deze attractie heb gezeten, dus ik heb er op zich wel weer zin in. Nou, en dat ritje in Sirocco heeft ook weer een beetje stroom losgemaakt. Het is ondertussen
weer gaan regenen. Dus we gaan snel naar binnen bij de volgende attractie. We gaan naar Vogelrok. Ja, ga ik geen onderwijs van maken, want ja, daar zie je toch helemaal niks van. Nou, volgens de app is het 5 minuten wachten, maar het staat helemaal hier. Dus ja, of de app klopt niet, of mensen lopen niet door. En we staan nu nog steeds in regen. Yay! Nou, en dan hebben we nog 1 attractie te gaan. Carnaval Festival. Maar er begint helemaal hier buiten. Het wordt weer in de regen wachten. Jee. Zo, nou, we zijn nu 2,5 uur bezig, maar we hebben nu dus heel Anderrijk en Rijsrijk uitgespeeld. Ging eigenlijk allemaal best wel vlot. Hadden we wel tijd kunnen besparen op Carnaval Festival? Misschien, ik weet niet. Als je later op de dag terugkomt, was hij waarschijnlijk een stukje rustiger geweest. Had je waarschijnlijk meteen in kunnen stappen. Maar ja, dan waren we de tijd van het wachten misschien wel weer kwijt geweest aan het teruglopen. Dus dat is altijd maar een beetje de gok. Ik denk niet dat we er heel erg veel tijd op hebben verloren. Maar we gaan in ieder geval snel door. We gaan nu naar Marenrijk. We komen op het Antropiekplein. Moeten we natuurlijk eventjes een molentje doen. Ik denk dat 1 molen wel genoeg is. Want het hele Antropiekplein staat eigenlijk aangegeven als 1 attractie. Dus 1 molen, dat moeten we dan maar mee doen. En het Efteling Museum is natuurlijk ook een attractie, dus daar gaan we ook eventjes heel snel doorheen en dan pakken we hier een molentje en dan gaan we door naar Lavelaar. Nou, we stappen maar hierin, want deze staat nog stil, dus hier kunnen we gewoon meteen instappen. Nou ja, dan zitten we nu dus in een koets. Lijkt me ietsje relaxter zitten dan op een van die paarden hier. Ik hoop alleen dat hij wel snel gaat draaien, want dit, het duurt ondertussen best wel lang en anders hadden we net zo goed in de rij kunnen staan voor de zweefmolen. Daar stonden wel meer mensen, maar misschien dat hij eerder gaat draaien, ik heb geen idee. Het is gewoon weer een gok, maar ik denk dat dit de snelste keuze was. Ja, ik denk dat de zweefmolen eigenlijk een betere keuze was geweest, achteraf gezien. Die heeft volgens mij echt bijna 2 rondjes gedraaid in de tijd dat ik er eentje heb gemaakt. Maar goed, maakt niet uit. Weten we dan in ieder geval voor een volgende keer. We gaan nu in ieder geval door naar het Lavelaar. We gaan niet alle huisjes af hier natuurlijk. We gaan gewoon een keer eventjes in de monorail. Dat is toch eigenlijk de enige echte attractie in het Lavelaar. Hopelijk is die niet te druk. Er staat best wel een rij hier. Dus dat is een beetje jammer. Nou, en dat viel op zich al best wel mee. Ik heb denk ik hooguit 10 minuten gewacht of zo. En op de app stond aangegeven 25 minuten. Dus mooi meegenomen. En toch wel leuk om deze attractie weer eens een keertje te doen. Ik doe hem eigenlijk bijna nooit. De laatste keer was denk ik afgelopen zomer met de Metal Meeting. Maar verder stap ik hier eigenlijk nooit in. Maar het is eigenlijk best wel een leuke attractie. Ik geniet wel lekker wat uitzicht hier. Maar goed, we zitten nu 3 uur in de speedrun. En we hebben nog best wel wat te gaan. Ook nog wel een paar dingetjes waarvan ik zie zijn van daar gaat waarschijnlijk wel wat tijd in zitten. Sowieso natuurlijk Droomvlucht. Ik denk dat we daar wel even staan te wachten. En Joris en Draak zou denk ik ook wel even duren. Die is gelukkig wel weer open ondertussen. Dus we kunnen hem, als het goed is, wel weer meepakken vandaag. Oude Tuffer is wel nog steeds dicht. Ik vraag me af of die nog open gaat, maar anders moeten we die ook missen. Maar we hebben hierna natuurlijk de speeltuin hiernaast. We hebben nog Villa Volta.
De stoomtrein moeten ook nog ergens erin zien te krijgen. Zou natuurlijk mooi zijn als ze die kunnen pakken daar naar Ruigrijk. En als ze dat allemaal goed getimed krijgen. Maar ja, dat zien we zo meteen wel. En Fantasierijk moeten we ook nog ergens in krijgen. Was misschien beter geweest om die te doen nog voor de Gondoletta, achteraf gezien. Maar ja, dat is achteraf. Ik denk dat we die als allerlaatste doen, denk ik. Ja, we zien wel even. We gaan in ieder geval weer bijna uitstappen hier uit de monorail. En dan gaan we snel weer door. Ja, en dan zijn we hier dus in speeltuin Kindervreugd. We hebben hier in ieder geval een molentje. Kijken of we een beweging in krijgen. Ging ze best wel zwaar. Zo, nou. We hebben erop gestaan, hij heeft omhoog. Ik vind het goed genoeg. We gaan snel door. We gaan naar Villa Volta. Zo te zien worden daar net mensen binnengelaten. Dus ik denk dat we deze ronde niet gaan halen. Wordt 5 minuten wachten. Maar als 5 minuten alles is, dan valt dat op zich best wel mee. Wel jammer natuurlijk dat we de pre-shows niet kunnen skippen. Die duren altijd wel heel erg lang. Dus het is waarschijnlijk toch weer, ik denk 20 minuten voordat we daaruit zijn. Het is toch best wel tijdrovend, sommige attracties. Ik vond me trouwens ook op dat ze helemaal geen ondersteboven kerstboompjes meer hebben neergezet deze winterachtering. Dat is toch best wel jammer. Dat was altijd wel een leuk detail. Oké, nieuw plan. We gaan niet meteen naar de droomvlucht, want daar staat nu een half uur wachttijd. Dat moet korter kunnen. Dus we gaan nu eerst naar de stoomcarousel en het diorama. Dan pakken we daarna in ieder geval een stukje van het Sprookjesbos. Dan kunnen we de halverwege, zeg maar, kunnen we dan eruit. Dan kunnen we Fantasierijk pakken. En dan, als we dan weer hier het Sprookjesbos uitkomen, dan zijn we weer vlakbij de droomvlucht en bij de stoomtrein. Hopelijk is de wachtrij dan korter en staat de stoomtrein ook meteen klaar als we uit de droomvlucht komen. Dat zou ideaal zijn, maar ik denk dat dat op dit moment de snelste route is. Dus dat is het nieuwe plan. Gelijk maar weer eventjes een attractie doen die ik normaal gesproken eigenlijk bijna nooit doe. De stoomcarousel. Ja, en we zijn hier via het bargedeelte. In ieder geval een stukje afsnijden. Snel. Diorama. Deze kant. Nou, en vanaf het diorama zijn we eigenlijk maar gelijk eventjes doorgelopen naar Symbolica. Leek me toch een iets snellere route dan door het Sprookjesbos. Sowieso de eerste paar sprookjes hebben we niks aan, want daar wordt niks verteld. Dus die tellen al niet mee voor het Sprookjesbos deel van de speedrun. Dus we gaan eerst Symbolica even in. Hopen dat het meevalt bij de single rijderij. Het staat op 5 minuten, dus het zou mee moeten vallen. Ook leuk om te zien dat de fontein weer helemaal uit de stijgers is. Ziet er weer netjes uit. Kijken we een andere keer wel weer eventjes goed naar. Als er ook weer water in zit, want hij staat hier nog leeg. Maar we gaan even Symbolica in en dan gaan we daarna denk ik naar Fabula. Die zit hier natuurlijk ook meteen naast. En dan pakken we het daarna gewoon het Sprookjesbos. Nou, dat ging op zich best wel snel bij Symbolica. We hebben niet heel erg lang staan wachten in de single rijderij, dus dat ging lekker vlot. Attracties stonden er ook redelijk goed bij. Eigenlijk een beetje hetzelfde als de vorige keren. Alleen Pardoes was nu zijn hoed weer kwijt in de balsaanzijde. Alweer. Dat gebeurt wel regelmatig, maar we moeten het toch even melden. We zijn nu trouwens 4 uur bezig. En we gaan naar Fabula. Ook weer een attractie die ik bijna nooit doe. Maar staat hier 10 minuten aangegeven. Dus ik denk dat we gewoon meteen naar binnen kunnen. Althans, ik hoop het. Ik heb weinig zin om hier nog heel lang te staan wachten. Maar we gaan het zien. Ja.
Pabla ook weer eens een keer gezien. En ja, dan komen we hier natuurlijk nog in het speelgedeelte. Moeten we ook even heel erg snel eventjes iets doen. Ja, dan gaan we gewoon hier naar binnen. Ja, oh. Er is weinig te zien. Maar we hebben weer wat gedaan. Ik vind dat wel goed genoeg weer voor deze speeltuin. We gaan nu weer snel verder. Want we zijn best wel veel tijd verloren natuurlijk aan die film. Dus we gaan nu naar het Sprookjesbos. Ja, en we doen niet het hele Sprookjesbos, want ja, dat duurt gewoon echt veel te lang. Ik heb dat een keer eerder getuind, waren we er volgens mij zo'n 2,5 uur mee bezig. Dus ja, dat is gewoon veel te lang om dat vandaag nog bij te doen. We kiezen gewoon 3 sprookjes uit, waar wel verteld wordt. Die gaan we gewoon afluisteren. En we lopen gewoon zoveel mogelijk de officiële route. Ik vind dat op zich wel goed genoeg voor het Sprookjesbos. Ja, Langnek. Ik kan in ieder geval sowieso niet bekijken, die duurt te lang. Het kapje staat net midden in het verhaal, dus dat schudt ook niet heel erg op. Hier bij Pinocchio. Ja, er wordt eigenlijk helemaal niks verteld, dus deze kunnen we ook niet mee laten rekenen. Komen langs Rode Schoentjes. Die duurt ook echt heel erg lang. Dus ja, ik denk dat het eerste sprookje wat we maar gaan doen is de Trollkoning. Die is redelijk snel en hij is nu nog bezig. Ik hoop dat hij bijna klaar is en dan kunnen we hem even afluisteren. Ja, ben je verbaasd aan? Oh, ja. Trollenkoning is eigenlijk nog best wel een lang sprookje eigenlijk. Ik dacht dat hij veel korter was, maar het is toch echt 1,5 minuut wat hij volmompelt. Ja, ik had dat ietsje korter verwacht. Ik denk dat we nu echt wel wat kortere sprookjes op moeten gaan zoeken. Ja, we zijn langs een rapontje gelopen, die duurt best wel lang. Voor de rest wordt er niet echt iets verteld hier. 7 geitjes hebben natuurlijk ook niks. Komen we zo langs Hans en Grietje. Daar wordt ook niks verteld. Dus ik denk dat we naar tafeltje dekje gaan. Die is volgens mij best wel kort. En daar zijn we nu vlakbij. Oh. Nou, en het volgende sprookje dat we pakken is de 6 zwanen, want die duurt natuurlijk maar een paar seconden. Je moet wel een klein stukje voor omlopen, maar ja, hij is zo kort. Dat is het denk ik dan wel weer waard. Dus ja, we gaan naar binnen. Een koning had 6 zonen en een lieve dochter klein. Maar toen de vorst hertrouwde, mocht dit zo niet langer zijn. Zijn nieuwe vrouw, jaloers en ijdel, zou de kinderen haten. De koning borg ze in een slot, moest hen daar achterlaten. De koningin ontdekte dit en was belust op wraak. Zij toverde de broers tot zwanen. Het meisje kreeg een taak. 6 hemden moet jij breien om je broertjes terug te krijgen. Van bos als tors in plaats van bol, gehuld in een stilzwijgen. Het meisje kwijt zich van haar taak in al haar eenzaamheid. Zij lacht niet en ze spreekt geen woord. Uit liefde toegewijd. Nou, en dat waren 3 sprookjes. Ja, we lopen nog wel de rest van het Sprookjesbos even helemaal uit. Want ja, je moet natuurlijk wel een beetje de hele route lopen. We moeten wel opschieten, want het begint nu ook echt gewoon te hagelen. Ja, we moeten echt snel eventjes ergens naar binnen. Gelukkig is de volgende attractie die we moeten doen, is Droomvlucht. Dus ja, daar gaan we snel heen. En hopelijk is het daarna wel beter weer, want dit is niet echt heel erg best. Nou, en we zijn nu precies 5 uur bezig. En we zijn bij het einde van het Sprookjesbos. Ja, toch eigenlijk best wel een lange dag zo. Ik hoor wel de stoomtrein hier net aankomen. Ja, ik hoop dat die zometeen ook net hier aankomt als we uit de Droomvlucht komen. Dat zou natuurlijk ideaal zijn. Het zou echt heel vervelend zijn als we hier 20 minuten op moeten gaan staan wachten op de stoomtrein naar Ruigrecht toe. Ik denk dat het dan gewoon sneller is om te gaan lopen en dan kijken
aan het eind van de dag of de stoomtrein daar misschien staat. Ja, dat is denk ik wel een van de lastigste attracties om in te plannen in zo'n speedrun. Maar goed, ik doe mijn best. We gaan nu in ieder geval naar de Droomtrein. Lang geleden dat ik zo lang heb gewacht voor de droomvlucht. Ja, deed me toch gewoon weer denken aan die keer dat ik een hele dag in de droomvlucht heb gezeten. Dat was echt geen pretje. Maar het leverde wel een hele leuke video op. Als je die nog niet hebt gezien, kijk die hierna ook nog eventjes. Maar ja, we hebben nu wel een beetje pech. Want ja, daar gaat de stoomtrein. Ik was wel op tijd, maar hij zat al helemaal vol. Dus we konden er niet meer in. Ja, dit is best wel een beetje een probleem voor de speedrun. Dus ja, er zit eigenlijk niks anders op dan nu gewoon maar naar Ruigrijk te lopen. En dan hopen dat we de stoomtrein daarna nog ergens kunnen doen. Hopen dat die daar dan wel ook net stopt en dat er nog plek is. Want ja, hier 25 minuten gaan staan wachten op die trein. Dat schiet helemaal niet op. Dan kunnen we gewoon beter ja, die 10 minuutjes eventjes naar Ruigrijk lopen. En alvast een achtbaantje meepakken. Ik denk dat dat gewoon ietsje sneller gaat. Maar ja, dit is een beetje een tegenvaller. Nou, en in Ruigrijk beginnen we maar eventjes met de halve maan. Want ja, die staat meteen aan het begin. En hij is gewoon een keer open. En er staat bijna niemand. Dus ja, kunnen we mooi meteen even meepakken. Maakt mij niet per se uit. Waar ik zit, hoeft niet per se op de hoek, zolang we het maar gedaan hebben. Ja, en het was nu logisch geweest natuurlijk om eerst de oude turven te gaan doen. Want ja, die is ondertussen wel weer open. Maar het is wel echt ontzettend druk daar. Ja, op zich ook vrij logisch, gezien die bijna de hele dag dicht is geweest. Dus ja, nu willen alle kids die willen daarin. Ik denk dat we gewoon eerst maar eventjes de achtbanen gaan doen. En, ja, dan is het natuurlijk al een stukje later. Dan zijn er hopelijk al een aantal kinderen weer naar huis toe. En hopelijk is hij dan een stuk rustiger. Of überhaupt nog open. Ja, dit kunnen we trouwens ook niet meer doen. Nest is ook al dicht. Die kunnen we ook niet meer meepakken. Ja, het begint natuurlijk al donker te worden. En ja, dat is nu best wel vroeg. Dus ja. Die kunnen niet doen, maar ja, zoveel tijd scheelt dat natuurlijk ook niet. We hadden daar misschien eventjes van de glijbaan afgegaan of zo, of wat dan ook. Maar ja, maakt voor de rest ook niet uit. We gaan nu gewoon eerst even in de Python, want die heeft wel een single rijderij open. Voor zover ik kan zien is het niet heel erg druk qua single rijder. Dus hopelijk hebben we deze heel snel gedaan. Want ik denk dat de andere twee achtbanen, Joris en Draak, Evelien Hollander, dat die wel een stukje langer geduren. Nou, ik moet zeggen, dat ging echt vlot. Er werd echt heel goed doorgewerkt door het personeel. Echt, de ene trein die ging net de lift heel af en toen gingen wij al de lift heel op. Dus ja, echt top gedaan, Pieter personeel. Maar ja, we gaan snel door naar de volgende attractie. Dat wordt de Vliegende Hollander. Die staat nu op 20 minuten wachttijd. En de single rider is niet open. Geen idee waarom die niet open zou gooien vandaag, maar goed. Het zal wel. We gaan gewoon dan maar in de normale rij staan. En ja, hopen dat het wat korter is dan, 20 minuten. Zo, nou, dat was dus de Vliegende Hollander. Ja, sorry, helaas geen onrijbeelden. De GoPro die hield er net eventjes mee op, dus ik moest hem even resetten. Ja, helaas de hele rit niet op film. Maar nee, we zitten er in ieder geval in. En we gaan hierna nog eventjes door naar Joris en de Draak. Hopelijk niet al te lang wachten, want daar is ook geen single rijderij open. Maar ja, we gaan vanzelf wel zien hoe lang dat weer gaat duren. Thank you.
Nou, dat was dus het eerste rondje, maar we moeten natuurlijk nog een keer de rij in. Want we moeten de blauwe baan ook nog doen. Gelukkig, dankjewel. Ik heb gisteren wachtrij ondertussen al wat gedaald. Hij staat nu op 20 minuten. Dus hopelijk gaat het nu ook een stukje sneller. Want ik heb best wel lang staan wachten. Echt geen zin om dit nog een keertje te doen. Nu al spijt van dat ik heb gezegd dat we allebei de banen moeten doen. Maar goed, ja, het zijn natuurlijk ook gewoon echt twee achtbanen. Dus ja, het moet gewoon eventjes gebeuren voor de speedrun. We doen het voor de video. Nog eventjes doorzetten, we zijn bijna aan het eind. Ik ben wel echt een beetje kapot ondertussen. Maar... goed, nog laatste stukje. Nou, Joris en de draak ook gehad. Ik moet zeggen, viel wel mee qua wachttijd. Was wel echt die 20 minuten. Ik had verwacht dat het langer zou zijn, want meestal gaat het niet zo snel bij Joris en de draak. Maar ja, we zijn nu echt bij de laatste loodjes. We hebben nog maar twee attracties te gaan en dan hebben we heel de Efteling gehad. We gaan maar gewoon meteen door naar de volgende. Dat is natuurlijk de oude Tufferbaan. Ik heb nog eventjes niet gekeken hoe lang de wachttijd daar is, dus ik hoop dat het meevalt. Ik zag eerder vandaag al 3 kwartier staan. Hopelijk is dat dus niet meer, maar we gaan het zien. Nou, en we hebben het gehaald. We zitten in de oude Tuffer. Viel uiteindelijk heel erg mee qua wachttijd. Tegen de tijd dat ik er naartoe was gelopen, was eigenlijk bijna iedereen alweer weg. We hadden 2 mensen voor ons. Dus viel heel erg mee. 1 na laatste attractie voor vandaag. Zit er nu gelukkig ook niet alleen in. Dan kan ze Sandra nog tegenkomen. Yay! Ook in de vlog. Yay. Ja, dus het is weer een hoop getoeter. Verder. Allemaal even liken en commenten als je wilt dat je de volgende keer de oude Tuffer Challenge doet. Hoe vaak kan je de oude Tuffer waar op 1 dag? Duimpje omhoog. Oké. Als we genoeg likes krijgen, gaan we dat doen. Ik heb er nu al spijt van dat ik dat heb gezegd. Even rennen, want we zagen de stoom tegen een lijst komen toen we in de oude Tuffer zaten. Hij staat hier nu net. Oh man. We hebben het in ieder geval op tijd gered. Nu hopen dat we er nog in kunnen. Wat echt. Dit was echt een stom idee om dit te doen, zeg. Gadverdamme. Zei toch dat je hier te oud voor was? Oh. Nou. Nou, we hebben het in ieder geval gehaald. We zitten eindelijk hier in de laatste attractie voor deze speedrun. Ik ben toch wel heel erg blij dat we niet helemaal terug helemaal moeten lopen naar Marenrijk om daar weer de trein te pakken. Ik ben gewoon blij dat ik eindelijk eventjes lekker gewoon kan zitten. En dan, zodra we hier uitstappen, kunnen we de tijd stoppen en dan zien we hoe lang we er echt over hebben gedaan. Het was mijn dagje wel. Nog even een paar minuutjes hier in de trein. Dat zit eindelijk op. Nou, dat was het. De laatste attractie. Als we hier naar buiten lopen, is het eindelijk voorbij. Bijna en stop de tijd. En wat een dag was het vandaag, zeg. Het was echt een hele, hele lange dag. Ook echt heel erg slopend. Dus ik denk dat we de auto gewoon eventjes lekker thuis gaan doen. Want het park is sowieso ondertussen al dicht. Het begint hier al helemaal leeg te stromen. Ik begin ondertussen ook al een beetje honger te krijgen.
En ja, de batterij van mijn camera is ook al bijna leeg. Dus ja, niet heel erg handig als we nu hier nog een heel praatje gaan houden. Dat doen we gewoon eventjes lekker thuis. Dan gaan we het nog eventjes hebben over, ja, over hoe heel de dag was. En natuurlijk hoe lang we erover hebben gedaan. Wat was nou de tijd van de allereerste Efteling speedrun? Ik zie jullie bij mij thuis. Zo, ik ben weer thuis en ondertussen weer een beetje bijgekomen van ons Efteling avontuur van vandaag. Ja, je zou toch denken dat het niet heel erg zwaar is om gewoon naar de Efteling te gaan en een beetje in attracties te zitten. Maar dit was toch eigenlijk best wel heel erg slopend. Ja, komt natuurlijk vooral gewoon door al dat wachteren en slenteren in die wachtrijen. Ja, daar word je gewoon niet heel erg actief van. Maar goed, ik ga je niet langer in spanning houden. Hoe lang hebben we het er nou uiteindelijk over gedaan om heel de Efteling te doen? Het was, tromgroffel, 8 uur, 5 minuten en 22 seconden. Ja, dat is nu dus het record voor de Efteling speedrun. Kan dit sneller? Tuurlijk kan dit sneller. Als je gewoon op een doordeweekse dag gaat, gewoon zo'n rustige doordeweekse dag buiten de vakanties, ja, dan kan je er natuurlijk veel sneller doorheen. Probleem was nu alleen, als ze hadden gewacht tot na de vakantie, dan waren er nog meer attracties dicht geweest. En ja, ik denk dat zo'n vakantiedag toch wel een wat meer realistisch beeld geeft voor de meeste mensen van hoe lang doe je nou eigenlijk over heel de Efteling. Maar goed, dan neemt niet weg dat we uiteindelijk dit record wel gaan proberen te verbreken. Ja, ik denk ergens in de lente, als Joris en de Draak weer op is, dan gaan we gewoon weer een poging doen. En ja, hopelijk zetten we dan een veel snellere tijd neer. En denk jij van, goh, ik kan dit nog heel veel sneller. Laat dan een reactie achter onder de video met je tijd. En het liefst ook met een linkje naar een video ervan. Ja, ik ben wel benieuwd wie in de Efteling community de allersnelste speedrun neer kan zetten. Nou, en ben jij ook zo benieuwd? Abonneer je dan even op het kanaal, want zo mis je geen enkele speedrun challenge of ander pretparkavontuur. Laat ook even een like achter op de video, want dat helpt mij echt ontzettend veel. Volg me op alle socials voor nog meer updates, foto's en verhalen uit de pretparken. En laat in de comments even weten naar welke attractie red jij als eerste als je de Efteling binnenkomt. Nou, en dan vanuit het Theme Park Viking hoofdkwartier zeg ik weer bedankt voor het kijken. Rock on. En tot de volgende video.